Ik ben heel erg benieuwd wat ze vanavond voor mij in petto hebben. En ik denk dat ze me nu gaan vertellen. Hij heeft een fucking penthouse hier. Oh my god. Hi, leuk dat je kijkt naar Sofzoek Vakantievrienden. De komende weken ga ik voor Beachmasters op zoek naar de allerbeste vriendengroep. Elke aflevering neemt een nieuwe vriendengroep mij mee om te bewijzen dat zij de beste vriendengroep ever zijn. En ik kan best begrijpen dat ze dat willen, want de winnende groep krijgt een hele boekingsbedrag terugbetaald. Ik ga maar eens even kijken met wie ik vandaag op stap ga. Hoe ga ik gewoon even? Ja, dat mag. Gezellig tegen jullie inzitten. Hoe is het? Lekker. Ja. Zijn jullie brak? Ja. Ja, een beetje wel. Ja. Zijn jullie gisteren wel? Ik klink namelijk ook echt schor, maar ik heb helemaal niks gedaan. Maar zijn jullie gisteren wel geweest? Ja, wij zijn gisteren naar de Shooters. Ja, Shooters, joh. Ja. Ja. De Shooters geweest. Dus het was een beetje laat geworden. Ja, maar wat ik me dan afvraag is, zijn jullie dan niet te moe om mij op sleeptouw mee te nemen? Natuurlijk niet. Nee, we gaan lekker door. Ja, oké, okay, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van mij in petto hebben. Vertel. Nou, we gaan zo eerst op de banaan. En voor de rest is het is de verrassing. Oh mijn god. Oké, okay, laten we maar gelijk gaan, want ik trek het niet meer. Jongens, we staan hier nu voor de banaan. Ik ben een beetje zenuwachtig. Waarom de banaan? Nou, vooral omdat we het eigenlijk zelf altijd al jullie gespeeld hebben. Echt waar? Ja, sinds eergisteren. Nou, oké, maar jullie zijn dus gewoon met mooi? Elkaar, ja. We moeten op een banaan geweest. Ja, niet met elkaar. Nee, want Isje is een beetje een doosje gestoord, hè. Bedankt. Maar ik dus ook. Dat vind ik echt top. Echt een high five, gewoon echt geweldig. Oké. Schiet gebedje. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Leven in ons. Jezus. Ja. En jij hebt hier al. Ik heb gezien dat jullie super goed zijn met de banaan. Maar jullie zijn ook goed met elkaar. Ja, zeker. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Ja, Willemijn en ik vanaf de eerste klas. Wauw. Ja, vanaf de middelbare school. Derde, ja, en op een gegeven moment kwam ik bij jou in de klas. In de derde, of in, ja, dat weet je, nee, dat weer, kom op. En jou kende ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik kende jou eigenlijk ook niet. We gingen vorig jaar ook op vakantie en toen zijn we eigenlijk een soort van bij elkaar gekomen. Ja, ze willen op het examenreis gaan, oh, ga jij ook mee, ga jij ook mee. En toen zijn we, dit jaar zijn we wel naar elkaar toe gegroeid ook. Zijn vakantie bindt ook altijd, hè? Ja, heel erg. Gemaakt met elkaar. Je merkt ook echt, sinds vorig jaar zijn we nog veel closer geweest. Ja. Sinds die vakantie? Ja. Ik mis zelfs, zoals ik op vakantie ben, moet je nagaan. Ja? Ik ben blij om ze weer te zien. Maken jullie dan ook wel eens moeilijke dingen met elkaar mee? Nou, dit jaar ben ik er wel achter gekomen dat we ook meer persoonlijke verhalen vertellen, vond ik. Ja. Ja. Je weet ook gewoon dat je altijd wel gewoon alles kan zeggen en dat ze toch wel chill reageren. Ja, het is niet van ze schrikken er niet af. Ja, jullie hebben nooit ruzie of... We hebben nooit echt ruzie. Nee. Vind ik dan. Ook niet om jongens? Nee. Nee. Hebben jullie allemaal andere smaken? Ja. Nou, zij twee niet. Zij zijn echt wel echt op hetzelfde. We zijn nogal jaloers. Vet leuk om te horen dat jullie echt zo... Ik doe me heel erg denken aan mijn eigen vriendinnengroep om het zo te horen. Ik weet niet. Mis ik zo dan? Nee, maar echt top. Laten we gewoon cheersen. Yes. Op vanavond en op jullie vriendschap. Ja. Yes. We zijn nu een paar uur verder en ik loop nu naar het appartement van Vera, Isabella en Willemijn. Ik ben heel erg benieuwd wat ze vanavond voor mij in petto hebben. Ik denk dat ze me nu gaan vertellen. Hallo! Oh my god, wat zit deze man? Mooi, hè? Het lijkt wel een fucking penthouse hier. Oh my god! Ah, ja. Oh, wat prachtig. Ja, het is echt super mooi, hè? En jullie kijken ook echt uit op de boulevard. Ja, het is zo leuk. Ik zie shotglaasjes. Is dit een beetje het begin van de avond? Ja, zeker, want wij gaan de kroegen toch vanavond.
Oh my god. Ik weet dat je het aan kan hoor. Jawel, vast wel. Nou, heel gezellig. Ja, super leuk. Ik denk dat ik hier vanaf van de balkon aan donder. Nou, oh, cheers. Cheers. Oh, dat is zoveel. Krijgen jullie een bandje voor mij? Daarmee heel de avond binnen. Zonder entree te betalen, ideaal. Heel tof. Vamos! Jongens, jullie worden echt mijn einde. Jongens, mijn stem, dat gaat helemaal mis. Kroeg 1. Dat was kroeg 1. Dat was pas de eerste, Sofie. Maar wat zei hij nou waar we nu naartoe moesten? Want ik ben het weer helemaal vergeten. We gaan gewoon daarin, dan zien we het vanzelf wel. Kroeg nummer 2. Dit was kroeg 2. Ik ben kapot. Ik was na die banaan, snapte ik er al helemaal niks meer van. Jongens, je is echt slecht voor mijn bloed. Hij is nu hier, hij is nu hier. Sorry. Hoe vonden jullie het zelf? Jullie staan nog op jullie benen. Ik vind het knap. Heel gezellig. Leuk. Ja? Ja. Ben ik een beetje geaccepteerd binnen jullie groep? Zeker wel. Oh, gelukkig maar. Yes. Ik ga jullie nu een cijfer geven. Ik geef jullie gewoon een dikke 9. En ik ga... uitleggen waarom. Ik vond jullie namelijk super gezellig. Het was net alsof ik met mijn eigen vriendin op stap was, maar ik ben natuurlijk niet degene die bepaalt of jullie wint, want de kijker is degene die op jullie kan gaan stemmen. Maar dus wij weten zeker dat wij de leukste meidengroep zijn van Mallorca, dus stem op ons! Wil je nou stemmen op deze dames, ga dan naar www.s1tv en dat is niet alles, want je kan namelijk zelf ook een Beachmasters vakantie winnen. Jullie zien er volgens mij nog wel uit als jullie klaar zijn om te feesten. Ik ben helemaal gaar. Ik ga lekker mijn bed in. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe vriendengroep. En ik wil jullie echt heel veel plezier wensen. Groep hug! Jullie! Dankjewel! Stem op deze dames. Hey,